Goedemorgen, u kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Veel bewolking boven Nederland en uit die wolken valt in het oosten van het land af en toe wat motregen. In het westen en vooral op zee zien we een paar opklaringen. Nou, dat beeld handhaaft zich in de ochtend. Meeste regen trekt overigens wel naar Duitsland weg en dat betekent dat het ook in het oosten wat vaker droog wordt. Vanochtend de graad of 10, vanmiddag komt daar 1, misschien 2 graden bij. In het westen heeft de zon af en toe een beetje ruimte en valt een enkele bui. In het midden van het land is het grijs maar meest droog en in het oosten nog altijd kleine kans op een beetje motregen. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog. Verder verandert het beeld niet of nauwelijks, bij de westkust een enkele opklaring en verder vaak bewolking. Morgen is er misschien iets meer ruimte voor de zon, maar nog steeds zal het niet overal droog zijn. Kleine kans op wat motregen in het oosten en een kleine kans op een bui in het westen van het land. 10 tot 12 graden de maximum temperatuur. Dan wordt het donderdag uiteindelijk wel op de meeste plaatsen droog, levert het kwik een graadje in en gaat de zon vanuit het zuidwesten wat vaker schijnen. Vrijdag in de ochtend regen in de middag een bui en weer wat zon, en zaterdag is het dan weer op de meeste plaatsen droog, met maxima rond een graad of tien. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.